Ik ga dadelijk met mijn stageklas. Ik doe mijn Leo stage, dus mijn stageklas komt langs. En dan gaan we samen met de tablets gaan we een game ontwerpen door dingen te tekenen. En dan kunnen ze dat opnemen in een game. En we hebben de Chromebooks en daar gaan ze ook met programmeren aan de slag. Ja, het is belangrijk omdat ze dan met de als-dan oplossing aan de slag gaan. Dus als ik mijn poppetje laat springen, dan haalt hij het platform. Dus het is heel erg oplossingsgericht denken. En ze gaan lekker samenwerken, dus ze kunnen heel veel van elkaar leren. Ze vinden het ook leuk, dus ze zijn heel vaak heel enthousiast en ze gaan lekker hard aan de slag. Dus ze gaan tekenen met 4 verschillende kleuren, waarbij zwart gewoon de grond is, groen een springplatform, blauw is een soort missie en rood is een soort lava. En dat maakt ze een foto van en dan maakt de tablet daar een digitaal spel van met de wereld die zij hebben getekend op papier. Dus het maakt de koppeling van de echte wereld naar de digitale wereld. En rood? Dat is een soort lava. En als je dat raakt, wat ga je dan? En blauw, heel goed Joep, die is lekker aan het opletten. Is een soort missie dingetje. Dan krijg je dadelijk in jouw wereld, krijg je een poppetje en die gaat zo wee wee. En dan moet jij zorgen dat je blauwe bal op de lava komt. Wat is jouw missie? Cato is een van de afstudeerders aan de Pabo en ze heeft bij mij de masterclass programmeren robotica gedaan. Waarbij zij leert hoe ze met computational thinking aan de slag kan gaan met haar leerlingen. En als Cato afstudeert moet ze in een portfolio laten zien hoe zij ICT-middelen in haar onderwijs inzet en hoe dat past bij haar visie op het onderwijs. Dus zij is nu op dit moment eigenlijk zelf aan het leren met haar leerlingen. Waar? Oh. Huh? Yes! Yay! Die moet je dan naar de lava brengen. Dan moet je daar zo staan en dan moet je die naar de muur. Ja.